welkom bij een nieuwe aflevering van Boating & Powered by Yamaha, waarin we op zoek gaan naar de leukste boten van Nederland. Vandaag met prachtig uitzicht over de Westeinder Plassen, want we zijn op bezoek bij Rubberboot Holland. Goedendag Tom. Welkom bij Rubberboot Holland. Ja, dankjewel man. Ik heb een beetje lekker weer meegenomen. Ja, je hebt een topdag. We kunnen straks lekker gaan varen. Nou, dat lijkt me echt een uitstekend plan. Kijk. Maar vertel eens even iets over Rubberboot Holland. Wat doen jullie? Ja, wat wij eigenlijk doen is het verkopen van rubberboten en rips. En het hele proces eromheen. Kun je nog eens even één keer uitleggen wat nou het verschil is tussen een rubberboot en een rip? Nou, een rubberboot is eigenlijk heel erg simpel. Kan je opvouwen, makkelijk bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie. Ja. En een rip heeft een harde onderkant. Niet opvouwbaar dus. En is gemaakt van aluminium of polyester tegenwoordig. Top. Welke merken vertegenwoordigen jullie? Capelli, Bombard en Zodiac momenteel voor de rips en de rubberboten. En daar hebben jullie het volgens mij heel druk mee, of niet? Daar hebben wij het ontzettend druk mee gehad. Ja. Hoe lang doen jullie dat al? Wij doen het nu al best wel een tijdje. Eigenlijk is Rubberboot Holland begonnen in Hoorn. Daarna is het naar Zaandam gegaan. En daarna is het naar Alsmeer gekomen, ongeveer 10 jaar geleden. En sindsdien heet het ook echt Rubberboot Holland. En doen wij ook deze merken. Juist, en dat is vlakbij de Westeinder Plassen. Ja, klopt. Dus als mensen willen poefvaren, dan is dat altijd geen enkel probleem. We zijn nu bij Jachthaven Kudelstaart bijvoorbeeld. Daar zijn we goed bevriend mee, dus we kunnen hem zo te water laten. En een proefvaart is geen enkel probleem bij ons. Mooi. Hey, en die Capellis, in welke range kunnen we die vinden? Ja, eigenlijk begint de Capelli vanaf 4 meter. En ze gaan momenteel tot de 15. En er is zelfs al gezegd dat ze nog een grotere aan het ontwikkelen zijn. En dat die er binnenkort gaat aankomen. Nou, dat is de moeite waard. Ja, zeker waar. Hey, en dit is de 750? Ja, daar 750 Sport om precies te zijn. 750 Sport? Ja. En wat is dan Sport nog weer onderscheiden? Je hebt verschillende modellen bij Capelli. Ja. Je hebt bijvoorbeeld een WA, je hebt een Sport en je hebt de normale Capelli eigenlijk. Ja. En daar kom ik straks later wel op terug. Zijn wat kleine dingetjes die net wat anders zijn. Gaan we het uitgebreid over hebben. En ik zie er een Yamaha achter hangen. Klopt. Gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Ja, een zeer speciale Yamaha zelfs. Zeer speciale? Ja. Nou, dat wil ik straks weten. Maar nog even één vraag daarover. Waarom kiezen mensen die een Capelli kopen zo vaak voor een Yamaha erachter? Capelli staat voor betrouwbaarheid en design. En je ziet het eigenlijk al erachter hangen. Yamaha staat bekend om zijn betrouwbaarheid. Ook innovatief. En daarnaast, design is ook wel heel erg strak. Nou, dan stel ik voor dat we de hele combinatie, de Capelli Tempo 750 en de Yamaha, gewoon eens even gaan proberen. Dat weet ik wel zeker. Zullen we dat gaan doen? Ja, gaan we doen. Gaan varen. Capelli Tempo 750, welke uitvoeringen hebben jullie daarvan? We hebben er meerdere, hebben er om precies te zijn twee. We hebben de luxe en de sport. Dit is de sport. En eigenlijk een paar verschillen zijn er, ik zal ze even kort benoemen. De lengte, de sport is iets korter, hij is lichter. En daarnaast heb je de kleurencombinatie, die zijn anders. Je ziet het, er zitten rode accenten hierbij, samen ook in de bekleding. En als je bijvoorbeeld voor de luxe versie gaat, die is in beige wit. Juist, dus dat is dan de boot. Ja. Dan hebben we hier een hele mooie Yamaha achterhanger. Klopt. Wat zijn daar de kenmerken van voor deze? Het is bijvoorbeeld een zescilinder. Ja. Het is de nieuwe lijn van Yamaha. Nieuwe kappen. Dat maakt natuurlijk wel extra strak achter als een hele strakke boot. Ja. En je hebt natuurlijk steerbaar wire. Ik zag dat de letters er hier niet als een sticker op zitten, maar er echt los uitkomen. Als een soort van chocoladeletters inderdaad zitten erop. Het ziet er wel heel stoer uit. Ja, het maakt hem helemaal af. Ja, precies. Maakt hem inderdaad helemaal af. Hey, die motor die wordt aangestuurd vanaf het dashboard. Wat hebben we daar voor mooie noviteiten? Ja, we hebben bijvoorbeeld een Hellmaster. Dus via een joystick kan je hem heel makkelijk gewoon eigenlijk tegen de kade aanvaren. Of op moeilijke gebieden kan je hem eventjes wat makkelijker houden. En het mooie is, bij Hellmaster krijg je wat extra dingen erbij. Bijvoorbeeld staypoint. Dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Als je bij een sluis zit of je bent een keertje aan het vissen en hij moet op een bepaalde plek blijven liggen, druk je dat knopje in, regelt hij het helemaal zelf. En het mooie daarvan is, heb je ook nog Hellmaster en heb je de single engine. En dat is het enige momenteel wat Yamaha aanbiedt qua buitenboordmotoren, als je dat zou willen. Dus dat je deze dingen kunt met één motor erachter en dat je hem dan met een joystickje kunt besturen. Klopt. En dat staypoint betekent dus dat hij dan op één plek blijft liggen. Klopt. Een soort digitaal anker. Zo kan je het inderdaad gewoon heel makkelijk benoemen, ja. Ja, dan meet hij waarschijnlijk met GPS en dan blijft hij op zijn plek liggen. Klopt. Hey, en kunnen we dan nog meer dingen aan die motor aansturen vanaf het scherm? Ja, het laatste ding is eigenlijk wat ik nog heel graag wil benoemen, is de autopilot. Okay. Dat is eigenlijk gewoon, je zet hem via het remriemscherm, die is gekoppeld aan het Yamaha systeem. Je kan hem dus per point neerzetten waar hij precies heen moet varen.
is natuurlijk super makkelijk. Wat je wel moet doen is blijven opletten en om je heen kijken. Ja, natuurlijk. Je moet niet op het zonnedek gaan liggen slapen. Zeker niet. Het is een heel lekker idee, maar we gaan het niet doen. Nee, precies. Maar het maakt natuurlijk wel makkelijk als je een routetje uitgezet hebt. Dat je gewoon weet dat de boot de goede kant op gaat. Zeg maar. Ja, het is ideaal. Ja, precies. Oh, dat is wel heel erg prettig. En dan hebben we dus nog ook die T-top. Maar ik zou me kunnen voorstellen bij lage bruggen dat die wat hoog is. Hij is inderdaad wat hoog. Maar het mooie is, zoals je eigenlijk heel simpel hier ziet... We hebben hem met scharnieren uitgerust. Ja? Dat is iets unieks wat wij hebben gedaan hierbij. Dat je hem heel makkelijk kan klappen en dan kan je inderdaad onder bruggetjes door. Nou, dat lijkt me helemaal perfect. Ik stel voor dat we gewoon weer even een rondje gaan varen. We gaan lekker varen inderdaad. Het was een aangename dag op deze boot. Ja, we hebben echt een topdag gehad. Ja, want we hebben snel gevaren, de snelvaartbaan. Nou, dat kan hier op de Westeinderplassen natuurlijk heerlijk. We hebben ook rustig gevaren tussen de eilandjes door. Even een siestaatje gehouden, stilliggend. Eigenlijk alles wat je nodig hebt op zo'n dag. Ja. Hey, deze combinatie, de Capelli 750R met de Yamaha 250 pk en alle prachtige snufjes die we daarbij hebben. Wie koopt dat? Wie is er nou zeg maar, de klant voor deze boot? Nou, je noemt het eigenlijk allemaal al net op. Het is heel erg simpel. Als je een keer je hoofd leeg wil maken, pak je de boot, geef je vol gas en is die zo weer leeg. Maar wat je ook kan doen, is inderdaad met je gezin gewoon de hele dag erop vertoeven. Ja, ik denk dat het allemaal daarmee gezegd is toch ook, hè? Inderdaad. Dat denk ik ook. Ja. Hey, en waar halen ze die combinatie? Ja, bij Rubberboot Holland natuurlijk, in Aalsmeer. Hartstikke goed. Hey, dankjewel. Ik dank u ook voor het kijken naar deze aflevering van Boating Empowered by Yamaha. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Hey, dankjewel, hè. Dankjewel. We weten op het water allemaal dat stuurboord rechts is. En toch zit er een klein verschilletje in. En daarom gebruiken we ook de term stuurboord in plaats van rechts. Want rechts is altijd gerekend vanuit jezelf. Maar stuurboord is in de normale vaarrichting van het schip. Als jij dus omgedraaid op de boot staat, dan blijft die kant stuurboord. Maar voor jou wordt de andere kant rechts.